Ik kom in deze nieuwe vlog van Polestar. De zetels die we besteld hebben. Ja, dus je ziet er zo uit. Namelijk. Dus, dat zijn de zetels. De puur gaat je straks allemaal plaatsen. Dus dat is super lief, want ik heb dat net gemeld. Dus het is een heel gewicht. Maar ik kan er wel staan, daar ben ik zeker van. Dus we zijn nu dat. Een beetje een rommel, maar. We zijn nu dit. De eerste hoek helemaal aan het vrijmaken, zodat we hier kunnen de zetel plaatsen. Dat is nog een beetje een voorstel, maar dat gaat dus gebeuren eigenlijk. En dan zijn we nu een beest. Het bureau die staat al daar de plaats. Dus het is een beetje een andere inrichting, maar als we goed doorwerken, dan gaan we. We zijn naar de winkel geweest. En ondertussen, als we terugkomen natuurlijk, hebben we alles in de kast gelegd, dat is normaal. Maar nu zijn we nog altijd bezig met de zetels, maar we moesten het bureau verzetten. Ik dacht van ja, ik ga misschien op eBay zetten om te verkopen. Maar het zal niet meer nooit zijn om te verkopen, want toen ik hem op het druppeltje hier had gezet, is hij helemaal... Als de vanen gegaan en zijn gebroken. Ik ga wel nog uit elkaar kloppen. Planken die kunnen we nog gebruiken misschien. Maar je ziet, dat is echt een zware toebak. Zeer gevaarlijk natuurlijk ook voor je tenen. Dus dat was de bureau waar altijd een printer op komt. Dat was helemaal kapot. Dat was ja. Maar en natuurlijk, ja, stil haar rug. Het doet wel een beetje zeer, want ja, toen je het optrok ging je helemaal twee dagen eerst van ja... Misschien mama tenen, maar dat was het gelukkig niet. Daar ben ik al blij om. En ook wel een beetje trots op dat dat niet gebeurt. Want ik denk niet dat je dat op je tenen krijgt, dat je dan nog je kunt spreken. Dus, en nu is het wachten tot wanneer de buur komt voor de zetel te plaatsen. De groene zetel, die we kennen van waar ik altijd in zit. Met ook een beetje voor de vlog te maken. Die staat hier namelijk, want ik had geen plaats in de garage. Die moet nog in de garage of terug geplaatst worden. Dus dat moeten we nog eens even bekijken. En ondertussen is het huis eigenlijk een beetje een rommelkotje weer. Dus je ziet, dat is het allemaal. Ja, maar we gaan dat wel bekijken als die zetel terug staat. Die kan er staan, hè? Die is gewoon weggedaan, maar die bureau er moet staan. Ja, maar we kunnen toch bekijken. Straks toch een Peter. Je krijgt er nou dat zetel terug, dan moet ze niet meer, denk ik. Nee, maar moeilijk mens, hè? Bekijken, want als die zegt van net op dat, moet je toch eens bekijken, het beste. Want als hij dat weet, als hij misschien lukt. Drie meter in de wil niet aan die dingen, het is maar 2,26 euro. Ja, maar misschien heeft hij die dingen gebruiken, hè? En misschien gebruikt hij die dingen om dat slaapgedeelte daar te zetten. Dus we kunnen eerst afwachten. Ja. Dan moet je zitten weer buiten zetten. Dan ben je wel komen, want ja. En maar dan moet je zitten weer terug buiten zetten, ik heb er veel moeite voor gedaan. Dus ik ben nu even de avond uitpakken. Ik ga het zien. Natuurlijk. En ik kan het wel jullie al vertellen hoe dat eruit ziet. Ja, maar dit is hem, zijn. De hele boel. Dus ik sta op een stoel, omdat ik alles niet aan kan. En we zijn nu... Dit is de lichtstoel. Die we hebben gekocht. En daar zitten de versjes en zo allemaal. Die liggen allemaal hierin. Die zal ik misschien eerst aangeven dat we die al niet kwijt zijn. Alsjeblieft. Bewijs is erin, dus voilà. Mooi toch, hè? En dat is de andere kant van de zetel. Ze is nu aan het verwijzen. Want alles wat je deze kegels, dus eigenlijk nu moeten op de zetel, dat zijn eigenlijk de poten. Dus die zijn je even aan het vastzetten. En als dat goed lukt, ja, dan zijn we rond. Hè. Twee. Drie. Dat is wat we nu aan het doen zijn, aan het vijzen. Een goede shop zegt toch zelf. Hè? En we weten ook al waar we hem gaan zetten, dat is al niet. Lange strijden en meten. En de frikkie. Dat staat al klaar.
Er lag nog een kussentje bij, ik weet niet wat dat van deze zetel is, maar dat lag dat erbij. Dus dat is al nummer 1. Zelf in elkaar gestoken. De lawaai dat hoort, dus mama probeert die doos helemaal aan elkaar de vader te brengen. Maar als het kapot maakt, dan lukt het. Je ziet natuurlijk ook een haakje, dat is ook nog voor die aan de andere zetel te hangen. En dan, dus dat is hem eigenlijk. Dus zit je eigenlijk zo te slapen eigenlijk in de zetel. Betere zetel natuurlijk. En dan zo de... Ja, perfect hè. Ja. Wel ja, het is akkoord. We hebben een akkoord, ja. Voilà, dat is in orde. Veranderen in dat plastic. Het is een beetje een rommel, maar het is toch snel gelukt om de zetel in elkaar te steken. Dus je ziet, de pootjes staan er goed onder, dus dat is perfect. Dus dat is hem nu. De zetel. Het was een lange bevalling. Het was heel moeilijk. Normaal kwam de buur helpen, maar het is nu half drie, dat het half drie is. Maar ik heb hem nog niet gezien, dus mama zei, ik geen scheiden maar aan. En we zien hoe het afloopt. En kijk, voilà, de zetel staat. Dus dat is het voornaamste. Hè. Dus ik ben wel super blij dat het gelukt is. Dus dat ziet hoe mooi zetel het is geworden. Een echte volstar zetel eigenlijk. Hè. Prachtig. Volgende foto's hadden die kussens er normaal gezien van bovenop moeten liggen. Dat is eigenlijk dus zo. Maar ja, dat moet niet. Je kunt dat ook zeggen van kijk, je legt dat eigenlijk hier. Dat is ook goed eigenlijk. Hè. Dat is een beetje ja, dezelfde keuze dat je moet maken, maar dat moet je bespreken. Ik heb waar ik gevonden zat in de kast. Zit ik een beetje bang misschien van de zetel? Ja? Ja, dat zal het zijn, een beetje bang van de zetel. Hm? Ik heb al heel veel gedaan. Ondertussen. Voilà. Zit een beetje bang? Een beetje sting. We hebben al veel gedaan eigenlijk. Die zetels staan hier al. Dat staat al klaar. Nu moeten we alleen nog dat even verzetten. Opruimen en dan zijn we klaar. Ze lag bekend van dat dingen. Dus ik moet voorzichtig zijn natuurlijk. Wat moet ze nog doen? Dat is natuurlijk met de hamer kloppen. Ik wil zeggen hamer, maar ja, dat is geen goed woord hè. Dus Sil gaat het kapot doen. En Sil maar eindelijk eens uit lieveling is. Als je tot elkaar valt, dan weet je wel hoe laat het is, maar als je zelf moet doen, dan gaat het er niet. Hè. Dus ik ga het straks doen en dan zie je zo weldadig toch, hè? Weldadig. Het is los, eindelijk. Ik heb op geklopt, geschubt. Uiteindelijk is dat toch los geraakt. Dus ben je zelf fier op. En we hebben er ook al een plaatsje voor gevonden. Want we gaan ze op de dingen zetten daar. Voilà, daar dus. Lukt dat? Vallen ze er niet af? Dan ziet het er goed uit. Voilà, daar is hij. Nog een oude werkbank. Wat helemaal niet goed. Antieke mannen, die zullen het kopen. Dat krijgen, dat is dan wel gedrokken. Ja, en er zit ook nog iets in. Dus, dus die gaan we daar allemaal opladen. Een echt Hollandse kip. Een Hollandse kip. Het is toch nog meer kip, hè? Dat is weer laat verbeteren, hè? Dan moet je zo van de rondkoe. Ja. Ik ben benieuwd hoe het lekker gaat zien. Als je er maar eens in, dan kunnen we een kijkje dus zien wat het. Wat vind je van de zetel? Goed. Zit er mijn rug niet helemaal recht, hè? Pijzen. Mooi. Maar ja, vind die prijs mag het wel weer. Ja, wacht, dan ben je klaar. Nee, en onze hond. Nee. Ik heb een huisdier. Hallo. Ja. Ik ben beroemd. Maar jullie misschien ook. Dat weet ik niet natuurlijk. Ja. Ik kan jullie niet mars zien. Mars dingen is het wel. Mars mellow of zoiets. Nee, mars mellow is die andere. Kun je zeker zijn. Maar het is toch iets inderdaad. Ik ben mam.
PLB Patrol. Ja, Mia kan het niet uit. Waarom zeg je? Snel sirup, ja. Ja, en ze heeft ook chocolade. Ja, zie je, niet genoeg op. Ja, hé. Met aardappel. Ik ben benieuwd hoe het al lekker gaat zijn. Aan de open klokken. Met aardappel. Dus moet aardappelstukjes dan nog wel, hè. Ja. Dat kan niet slecht zijn, hè. Ach, dat is. Scherp je rustig wel, hè. Zo. Maar ik ben een chocolade. Voilà, ik ben blij met wat ik heb gedaan. Weet kan ik niet doen. Alleen, mama zei dat het open kon. Dat stond er. Maar dat heb ik nog niet gevonden. Dat stond er toch zo in mensen dat ook. Dus je bracht het niet. Misschien een ander model aan die openkant. Stond er toch onder, dus kun je het niet. En die komt eigenlijk uit Spanje. Hij kwam met Sinterklaas met de klas. Hij werd gebracht met de stoomboot naar Nederland. En niet met de vrachtwagen naar België. Jezus. Ja, want het is dezelfde stad waar de Sint woont. Ze zijn nog inderdaad niet moeilijk, maar dat 45 euro is. Van Spanje naar Nederland en van Nederland naar België. Jee. Internationale zetel. Spreekt hij nog Spaans ook of wat is het? Ja. Maar hij zal ook Nederlands kennen, hè, hopelijk, de zetel. Ja, voilà. En ik groet een nieuwe kast, maar het zal niet komen als het er niet staan. Dus vind je dit nu een leuke video? Dan zet ik een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe video.